Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor u maken een mocktail. Een alcoholvrije cocktail op basis van rabarber. Wat hebben we nodig? Rabarbersap, sterranijs, rozemarijn, suikerwater, sinaasappel, gedroogde verfijnen, limoensap, San Pellegrino en verse munt. We beginnen met onze suikersiroop. Dus we nemen eigenlijk suikerwater, 50-50, de helft suiker, de helft water. Dan hebben we hier gedroogde verfijnen. Dat kan je eventueel ook doen in de zomer met verse verfijnen, juist hetzelfde. Dan hebben we hier sterrenijs. Sterrenijs die gaan we lichtjes breken, zodanig dat alle aroma's en alle smaak loskomen in onze suikersiroop. Dan nemen we een takje rozemarijn. Die gaan we mooi gaan afspoelen, de blaadjes lostrekken. Die doen we erin. Dan nemen we onze sinaasappel en onze citroen. Daar gaan we de schil van afhalen met behulp van een dunschiller. En wat dat belangrijk is van de zestjes van sinaasappel en van citroen, is dat er niet te veel gewit aan hangt. Dat gaat bitter zijn, dat gaat de smaak afgeven van sinaasappel en dit de smaak van citroen. Dan gaan we lichtjes breken, zodanig dat de etherische olies loskomen. Dan gaan we afdekken met plasticfolie. Dan gaan we lichtjes laten opkoken en gedurende 20 minuutjes zal een zacht vuurtje laten trekken onder plastic. De suikersiroop die heeft 20 minuutjes geïnfuseerd met alle aroma's en alle kruiden. En nu gaan we die passeren door een fijne bolzeef. Dan hebben we hier ons limoensap. Die gaan we bij onze suikersiroop doen. Verse rabarbersap. Hoe hebben we die gemaakt? We hebben de rabarber eerst geschild. Dan hebben we die door een sapcentrifuge geduwd. Dan nemen we ons cocktailglas. Dan doen we er ijsblokjes in. Dan vullen we ons glas voor de helft met onze cocktailbasis. En dan lengen we aan met sprankelend San Pellegrino water. We werken af met een takje munt. Ziezo, een super frisse, lekkere mocktail. Alcoholvrije cocktail. Je kan er ook een variant op maken met cocktail als je bijvoorbeeld vodka aan toevoegt. First Class, zeker lekker. Tot de volgende keer.